Dit is deel 2 van college 11. Nou, in het eerste gedeelte van het college bespraken we de vele motieven die mensen hebben om iemand anders te helpen. Maar wanneer nemen we nou echt de beslissing om daadwerkelijk hulp te bieden? Nou, dit hangt af van 2 factoren. Nou, die factoren die kan je inmiddels hopelijk dromen. Het is namelijk de persoon en de situatie. Laten we eerst eens gaan kijken naar de persoon. Er zijn personen, zoals moeder Teresa die je hier ziet, die een hele altruïstische persoonlijkheid hebben. Dat zijn mensen die van nature heel hulpvaardig zijn. Een heel grote motivatie en drang hebben om andere mensen te helpen. Zelfs als het hunzelf schade biedt, zelfs als het ze helemaal niks oplevert, dan alsnog willen ze gewoon andere mensen helpen. Nou, je kent vast ook wel mensen in je omgeving, of misschien ben je er zelf een van. Mensen die die diepe drive hebben om anderen te helpen. Helpen eigenlijk als persoonlijkheidseigenschap. Eigenschap, hulpvaardigheid. Nou, het zijn hele prettige mensen natuurlijk om in je omgeving te hebben. Hele vriendelijke mensen, sociale mensen, behulpzaam. Een hele mooie eigenschap. Maar waar hangt helpen nou nog meer mee samen? Zijn er nog meer factoren van de persoon die bepalen of we wel of niet hulp bieden? Laten we eens gaan kijken naar geslacht. Is er een verschil tussen mannen en vrouwen in behulpzaamheid? En er is wel een soort van stereotype beeld dat vrouwen behulpzamer zijn dan mannen. Is dit ook zo? Wat denk je zelf? Ik ben benieuwd naar jouw gevoel. Nou, het hangt heel erg af van de situatie en de hulpvraag. Het hangt namelijk af van genderrollen. Voel jij je op dat moment aangesproken om hulp te bieden? En dat hangt dus af van de verwachting die er is omtrent mannen en vrouwen. En als jij jezelf identificeert als een vrouw, dan weet je welke stereotype daar een beetje aan vasthangt. Vrouwen die zijn stereotyp erg zorgzaam, sociaal. En die zullen zich dus eerder geroepen voelen om te helpen als er bijvoorbeeld zorg nodig is. Als een kindje gevallen is of getroost moet worden, dan zou je eerder hulp bieden dan een man. Tenminste, dat wordt er meer van jou verwacht. En je voelt je dus meer aangesproken als er zo'n soort zorg nodig is en zo'n soort hulp. Bij mannen is meer het stereotype beeld dat ze hulp bieden als er bijvoorbeeld brute kracht nodig is. Als er koffers gedragen moeten worden of als er verhuisd moet worden. Dat hangt weer meer samen met de genderrol van mannen. Dus als je je identificeert als man, dan kan het zijn dat jij je eerder aangesproken voelt en verantwoordelijk voelt om hulp te bieden als er meer genderstereotype mannelijke hulp nodig is. Normen zijn dus in het algemeen ook heel erg belangrijk. De norm die samenhangt met man of vrouw zijn, maar ook de normen die er heersen in een bepaalde land of een stad waar je woont. Als er een norm is in jouw eigen land dat je zou moeten helpen, dan is er ook een grotere kans dat jij hulp gaat bieden. Nou, de volgende factor die van belang is, is de persoon aan wie je hulp biedt. Dus het maakt heel erg uit wie je helpt. En in het algemeen zijn wij veel meer geneigd om hulp te bieden als het iemand is van onze in-group. Onze eigen groep waar wij onszelf mee identificeren. En dat kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn, of jouw vriendengroep, of misschien mensen van jouw eigen sportclub, of mensen van jouw universiteit. Als je het gevoel hebt, dat is één van mij, dat is één van ons, ja, dan voel je je meer aangesproken om te helpen. En je voelt ook vaker meer empathie voor die persoon. Dus als iemand hulp nodig heeft en dat is iemand uit jouw eigen groepje, dan voel je vaak meer empathie en zul je dus ook meer hulp bieden, eigenlijk onzelfzuchtig. Dus puur en alleen omdat je die andere persoon echt graag wil helpen. We zijn minder geneigd om mensen te helpen die niet bij ons groepje horen. Mensen van de outgroup, een groep waar we ons niet mee identificeren. En het kan alsnog wel zijn dat we hulp bieden aan iemand van een outgroup, van iemand die dus niet bij onze eigen groep hoort. Maar dat doen we dan meestal wel meer uit soort van zelfzuchtige, egoïstische beweegredenen. Dus omdat we denken dat we daar zelf op een bepaalde manier baat bij hebben. Dus de ontvanger van de hulp, dat maakt ook heel erg veel uit in onze beslissing om wel of niet te helpen. Nou, tot slot, wat ook wel een interessante factor is, is locatie. Mensen blijken behulpzamer te zijn op het platteland in vergelijking met mensen uit de stad. En dat blijkt uit de urban overload hypothese. En die stelt eigenlijk dat mensen in een stad heel vaak een beetje overweldigd zijn door alle prikkels. Er gebeurt zoveel in een stad, er zijn zoveel indrukken, geluiden, heel veel mensen, dat we onszelf een beetje gaan afsluiten, om onszelf te beschermen tegen al die prikkels. En als we onszelf afsluiten, we keren meer naar binnen, ja, dan zijn we minder geneigd om te helpen. We zien misschien niet eens dat er hulp nodig is.
Nou, dat verschil tussen mensen op een platteland en in de stad, dat is vaak onderzocht op veel verschillende manieren. En er werd ook wel eens gevraagd van, ja, is het nou zo dat mensen op het platteland echt, ja, misschien van nature echt aardiger zijn of behulpzamer zijn dan mensen in de stad? Nou, en of dat wel of niet zo is, dat was ook een van de vragen die centraal stond in het populair wetenschappelijke programma Wie denk je wel dat je bent? Dat is een programma waarbij twee groepen mensen eigenlijk met elkaar worden vergeleken. En in deze aflevering, waar ik jullie een stukje van ga laten zien, zijn dat mensen die in het dorp wonen, dus dorpelingen, versus mensen die in de stad wonen. En de specifieke vraag was, zijn mensen op het dorp, in een dorp, behulpzamer dan mensen in de stad? Ik wil jullie daar een stukje van laten zien, ook omdat ik zelf een van de experts ben die heeft meegewerkt aan dit programma. Dus nou, kijk maar even mee naar het stukje van Wie denk je wel dat je bent? Goed, en dan komen we eigenlijk bij de misschien wel de belangrijkste vraag van vandaag. Ja, we hebben soms het idee dat mensen in een dorpje, dat die gewoon wat aardiger zijn dan mensen uit een grote stad. Ja. Gewoon vriendelijker, gewoon geïnteresseerder. Ze groeten naar elkaar. Ja, dus ja. Dat wilden we graag onderzoeken. Dat hebben we gedaan in ons experiment. Zijn dorpelingen aardiger dan stedelingen? Zijn dorpelingen aardiger dan stedelingen? Tja, hoe meet je dat? We hadden wat bedacht, een list. Dit is Eva, onze labassistent. Eva is kerngezond, maar had voor het experiment een brace omgedaan en een zielig verhaal klaar over een gebroken middenvoetsbeentje. We gaven haar krukken en het zag er allemaal heel geloofwaardig uit. Ben je ook echt gewond? Of is dat, Nee, ja, ik heb met basketbal iemand op mijn voet gesprongen. Deze week mijn middenvoetsbeentje gebroken met basketbal. De proefpersonen waren daar om een vragenlijst in te vullen over hun leeftijd. Ik heb hier een vragenlijst, keurig dat je die invult. Je mag hier invullen. Je voor- en achternaam, even omcirkelen dorp of stad. En deze 6 vragen over leeftijd. Die vragenlijst had verder niks met dit onderzoek te maken. Het ging ons namelijk om iets anders. Wie zijn aardiger? En aardig zijn splitsten we op in 2 vragen. Wie is er behulpzamer naar Eva en wie is er empathischer? Dus wie leeft het meeste met haar mee? We begonnen met de behulpzaamheid. We hadden gezorgd dat Eva een pen had die het niet goed deed. En dus moest onze arme Eva opstaan, haar krukken pakken en naar een doos met pennen lopen. Doet de pen het niet? Ik ga even een andere. Hij doet het niet, echt. Ik ga even een andere voor je pakken, momentje. Onze eerste meting was, wie vraagt of ze Eva misschien even kunnen helpen bij het pakken van de pen? Onze dorpelingen waren behoorlijk hulpvaardig. Dat doet hij het niet? Wacht, ik ga even. Ik heb een andere pen, momentje. Kom. Nee, komt goed, dank je. Oh, moet ik er? Nee, dank je. Komt goed hoor, komt goed. Moet ik er allemaal aan? Nee, komt goed. Moet ik hem pakken voor jou? Nee, dat hoef je niet. Maar ook de stedelingen lieten zich niet onbetuigd. Komt goed. Moet ik hem pakken? Nee. Pakken? Nee, ik heb het al hier. Zou ik hem even halen? Nee, dat gaat helemaal goed. Maar wel veel minder vaak. Van de stedelingen boden maar 5 van de 20 hulp aan tegenover 10 van de dorpelingen. Een stuk minder behulpzaam dus. Maar nu het onderzoek naar meelevendheid, de empathie. We keken wie er uit zichzelf aan Eva vroeg wat er in vredesnaam met haar gebeurd was. Verstopt of zo. Ja, er is met basketbal iemand tijdens de training op mijn voet gesprongen. Wow. Is er aan? Nou, er is met basketbaltraining iemand op mijn voet gesprongen. Wat heb je gedaan? Ik ben met basketbal is er iemand op mijn voet gesprongen. Ongelukje gehad. Sommigen, met name de mannen, dachten haar te troosten door gelijk over hun eigen ellende te beginnen. Ik heb ook mijn enkel ook gebroken. En ik ben ermee naar huis gereden. Oh. Het is daar en dat ging niet. Oh, ik heb mijn pink al een keer gebroken gehad. Oh. Schouder gebroken. Middenvoetsbeentje gebroken. Oh echt? Dat heb ik ook een keer gehad. Oh echt? Ja, leuk. Ja, Ben. Ontzettend leuk. Hier waren de rollen qua vriendelijkheid omgedraaid. 10 van de stedelingen vroegen uit zichzelf naar de voet en slechts 5 van de dorpelingen. Dus wat vriendelijkheid betreft staat het nu 1-1. Maar we hadden nog meer pijlen op onze boog. Aan het eind van het gesprek kwam Eva genadeloos tevoorschijn met haar ultieme tranentrekker. Kijk, dat is mijn kat, Spik. Wat wel een beetje sneus is dat Spik is deze week overleden. Hij is onder de auto van de buurman gekomen. Hey. Sorry dat ik hier misschien een beetje mee overval, maar... De reacties hierop waren nogal wisselend. Laten we beginnen met de hele empathische. Hij... Lag onder de auto van de buurman te slechten. Echt? Ja, en toen is die achteruit gereden. Ah, gedeeld. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, sorry. Het is gewoon, het zit zo in mijn hoofd. Ja, dat snap ik. Al heel naar. Ja. Het is zo lullig dat hij dan zo aan zijn eindje moet komen. Ja.
Nou, gecondoleerd. Dank u. Ja. Zielig voor de kaart. Ja, voor jou ook. Ja, voor die ik ook. Hoe oud was hij? Een jaar of van mij is vervelend voor je. Dank dat ik... Vertel maar. Als je het kwijt moet, je kwijt. Nee, ja, zo, dat is ook zo, ja. Nee, het is gewoon niet zo. Moet niet opkroppen, hè? Nee. Gevoelens. Nee. Jeetje, jullie hebben wel pech, hoor. Nou. Oh. Ja, hij is onder de auto van de buurman gekomen. Ja, echt zo stom. Wat zielig. Ik heb zelf geen huisdier, maar ik hoor wel vaak van mensen die huisdieren hebben... dat het ja, best wel erg is als je die toch verliest. En daar sterkte er mee in ieder geval. Nou, dank je. Dat vind ik heel lief. Bedankt dat ik het even mocht vertellen. Ja, zeker. Sommigen reageren wat aan de korte kant. Ik zeg het een beetje stom, maar hij is deze week overleden helaas. Oké. Mensen, er zit daar een vrouw van vlees en bloed tegenover jullie die haar voet heeft gebroken. En in dezelfde week is de buurman over haar kat heen gereden. En wat zeggen jullie dan? Dat is van jou. Dat is van jou. En dat hoort van jou. En het is soms dat vind ik heel vervelend voor je. Ja. Maar dat moet je zelf oplossen. Dat klopt. Ah, dank je, Ludo. Dat was denk ik precies wat Eva nodig had. Sommigen vonden het vooral een onsmakelijk verhaal, zoals Marta. Nee, nou, het was en eeuw en echt super verdrietig ook. Maar je hebt wel pijnstillers. Is je kat dood en dan vraag je, heb je pijnstillers? Oké, maar het is beter dan niks, zoals bij sommigen. En ik heb het er best wel moeilijk mee, dus ja. Ja, je ziet Robert John gewoon denken. Ja, zielig verhaal, maar heb je niet nog zo'n puddingbroodje? Ja, even voor de mensen die de afgelopen weken niet van geslapen hebben. De kat van Eva leeft nog gewoon. Die hebben we niet opgeofferd voor het experiment. Dat hoorde er allemaal bij. Ja, we hebben wel een beetje voor de wetenschap misbruik gemaakt van jullie empathie. Ja. Of althans, empathie, Ludo. We hadden dus bij het filmpje aan het maken. Toen dachten wij, van, is het nou chic van ons om jou zo af te schilderen in het filmpje? Dat mag, absoluut. Ja, geen want probleem. Wij dachten inderdaad ook van, dat is van jou. Nee, inderdaad, dat is van jou. Dat vinden we heel vervelend voor je. Maar dat moet je zelf oplossen. Dat is jouw verdriet. En dat moet je zelf inderdaad verwerken. Ja, dat is... inderdaad, zo werkt dat. Goed, er was bij de dode kat natuurlijk een enorme diversiteit aan reacties. Maar wel met een vrij duidelijke uitslag. Want van de stedelingen reageerden er 9 van de 20 echt heel empathisch. Echt helemaal mee. En van de dorpelingen eigenlijk maar 2. Ja. Er waren er 2 waarvan je dacht, ja, daar zit hart in. De rest was een beetje plichtmatig of een beetje heel kort. En we hebben het ook aan Eva gevraagd na het experiment. Zeiden van, eerlijk zeggen, wie vond je nou aardiger voor jou? Wie vond je meelevender? En toen zei ze, nou, ik vond toch de stedelingen wel iets aardiger. Ja. Ja. Dus wat vind jij van dit verschil, Tina? Ja, jullie hebben natuurlijk 2 verschillende dingen onderzocht. Ja. Het eerste gedeelte met de pen. Ja. Dat ging echt over behulpzaamheid. En we weten dat dorpelingen in het algemeen wat behulpzamer zijn naar vreemden en ook naar buren dan stedelingen. Wel een belangrijke toevoeging, dat geldt niet voor familie en vrienden. Stedelingen en dorpelingen die zijn daarin hetzelfde. Dus het is niet dat jullie nooit helpen. Alleen jullie zijn wat kritischer naar wie je helpt. En het tweede gedeelte, dat ging dus over empathie. Hoe meevoelend ben je? Nou, daar scoorden de stedelingen beter. Het zou ook kunnen komen omdat het hier ging om een huisdier. En we weten dat huisdieren in de stad hebben ze er vooral een sociale functie voor de gezelligheid. En in dorpen zijn huisdieren hebben ook vaak nog wel een praktisch nut. Bijvoorbeeld om een terrein te bewaken of om ongedierte te verjagen. Dus het kan zijn dat dorpelingen wat zakelijker kijken naar zo'n dode kat. Meer zo van alsof je stofzuiger kapot is. Of, zo. Dus dat zou ook kunnen verklaren waarom jullie wat meer invoelend zijn geweest. Oké. Okay. Nou. Nou, we hebben nu al gezien dat we zijn eigenlijk verplaatst van eigenschappen van een persoon naar eigenschappen van de situatie. Dus als je bijvoorbeeld in een stad woont, dan word je minder behulpzaam dan in een dorp. Omdat de situatie van een stad, dat is overweldigend, dat levert heel veel prikkels op en daar word je minder behulpzaam van. Nou, we gaan nu meer praten over situationele factoren die invloed hebben op onze beslissing om wel of niet te helpen. Een van de factoren die een rol speelt is of je wel of niet onder tijdsdruk bent. Of je hulp biedt hangt af van jouw eigen situatie van wel of niet onder tijdsdruk zijn. En dat is onderzocht in een hele leuke studie, vind ik zelf. Het is een studie die uitgevoerd is met een specifieke groep deelnemers. Namelijk studenten van de priesteropleiding, van het seminari wordt het ook wel genoemd. Dit waren allemaal studenten die de opleiding volgden tot priester aan Princeton University. Nou, deze studenten zijn natuurlijk best wel bijzonder, omdat ze heel erg gelovig zijn en ook een heel erg
kernwaarden hebben van hulpgedrag. Hele hulpvaardige studenten die ervan overtuigd zijn en dienstbaar zijn naar andere mensen. En van overtuigd zijn dat hulp bieden heel erg belangrijk is. Dus dat is een beetje goed om in je achterhoofd te houden. Hele hulpvaardige mensen. Nou, deze hele hulpvaardige studenten deden dus mee aan het experiment over helpen. En natuurlijk was dit weer een beetje een experiment waarin de studenten voor de gek werden gehouden. Er werd ze verteld dat ze eerst deel gingen nemen aan deel 1 van de studie. Daarin gingen ze een paar vragenlijsten beantwoorden. En daarna moesten ze naar een ander gebouw lopen om deel te nemen aan deel 2 van de studie. Maar voordat zij vertrokken naar het andere gebouw werd hen verteld dat ze wel of niet onder tijdsdruk waren. Dus er waren 3 condities. 1 groep studenten werd verteld, nou, je gaat nu naar het volgende gebouw. Neem je tijd, want je ligt voor op schema. Het tweede gedeelte begint nog even niet, dus doe maar rustig aan. De tweede groep werd verteld, nou, je ligt precies op schema, dus je hebt geen haast, maar hè, het is wel fijn als je een beetje doorloopt op weg naar het volgende gebouw. Nou, tot slot, de laatste groep studenten werd verteld dat ze achterliepen op schema. Dus je hebt wel een beetje haast, we liggen achter op schema, dus fijn als je snel naar het volgende gebouw kan lopen. Op weg naar het volgende gebouw gebeurde het cruciale onderdeel van het experiment. Ze kwamen namelijk iemand tegen die hulp nodig had. En de vraag was heel simpel. Gaan deze studenten van de priesteropleiding, met een hele sterke norm om te helpen, gaan die hulp bieden? En zo ja, hangt dat nog af van die verschillende condities. En van de situatie waarin ze zich bevinden. Hier zie je de resultaten. En overduidelijk zie je de situatie waarin ze zich bevonden, of er wel of niet tijdsdruk was, had heel veel invloed. De studenten die werd verteld dat ze voorliepen op schema, daarvan was de meerderheid boden hulp. Dus die gedroegen zich eigenlijk in lijn met hun eigen overtuiging. Helpen is belangrijk. Als ik de mogelijkheid heb om te helpen, dan bied ik ook hulp. Dus dat is de eerste bar die je ziet. De middelste bar zijn de studenten die op schema liepen. Al een kleinere kans dat ze gingen helpen. En de studenten die werd verteld dat ze achterliepen op schema, die boden geen hulp. Terwijl ze alsnog zo'n grote overtuiging hebben om te helpen, besloten ze dus toch om geen hulp te bieden. Omdat ze nou eenmaal achterliepen op schema. En ook, nou ja, goed, wilden opschieten om deel te nemen aan het experiment. Nou, het experiment is later nog eens een keer herhaald met een wat algemenere groep deelnemers. En deze algemene groep deelnemers lazen 2 verschillende soorten verhalen. Dus 1 groep deelnemers las in deel 1 van het experiment een verhaal over de barmhartige Samaritaan. En dat is een verhaal waarin helpen heel erg centraal staat. En hoe belangrijk het is om hulp te bieden aan onze medemens. Dus die waren heel erg geprimed met dat idee, helpen is heel erg belangrijk. De tweede groep deelnemers kreeg een ander verhaal te lezen, namelijk een verhaal over werkefficiëntie en hoe je zo efficiënt mogelijk je werk kan doen. Daarna opnieuw hetzelfde verhaal, die 3 condities, je loopt achter op schema, je bent op schema of je ligt voor op schema, gaan ze wel of niet hulp bieden. En dan zie je de volgende grafiek. En die grafiek vind ik heel interessant. Want wat je ziet is dat die gele lijn, die gele bars, die repliceren eigenlijk naadloos het eerste experiment over met die studenten van die priesteropleiding. Als je een verhaal hebt gelezen over de barmhartige Samaritaan en je ligt voor op schema, dus je hebt het gevoel dat je alle tijd hebt, dan is er een echt overgrote meerderheid, 80% besluit dan om te gaan helpen, om hulp te bieden. Als je op schema ligt, ja, dan is er al een stuk kleinere kans dat je gaat helpen. En als je achter op schema loopt, dan wordt die kans nog kleiner. En wat gebeurt er als je een verhaal hebt gelezen over werkefficiëntie? Nou, dan ineens zie je dat bijna niemand meer helpt. Het maakt eigenlijk niet eens meer uit of ze voor liggen op schema of achter op schema. Ze besluiten bijna allemaal, of in ieder geval het merendeel besluit, om niet te helpen. En dan zie je ook dus dat het nogal wat uitmaakt wat je leest en waar je mee bezig bent in je leven. Als je een studie doet over management en je bent heel erg bezig met efficiëntie, ja, dan word je dus ook een wat minder behulpzaam persoon dan als je bijvoorbeeld een studie doet waarin het helpen van anderen wel heel erg centraal staat. Zoals een studie aan het seminari. Of je doet een andere opleiding waarbij ja, de behulpzaamheid naar anderen een kernonderdeel is. Nou, we zien dus nu al dat de situatie waarin je je bevindt een rol speelt in onze beslissing om wel of niet te helpen. Nou, die situatie die speelt ook een hele grote rol bij het volgende verhaal. Het verhaal over Kitty Genovese. En dit was een jonge vrouw, die leefde in New York in 1964. En het is eigenlijk een heel treurig verhaal, want er gebeurde iets verschrikkelijks met Kitty. Kitty kwam op een nacht thuis, midden in de nacht, om 3:30. En ze werd aangevallen voor haar appartementencomplex door een man met een mes.
Ze woonde in een appartementencomplex met heel veel mensen. En ze begon te schreeuwen. Ze schreeuwt om hulp. En ze roept, help me, ik word aangevallen. Er gingen lichten aan in het appartementencomplex, in haar flat. En iemand, een van haar buren, roept, laat haar met rust. Dan verdwijnt een man. En die denkt, oh jee, dat zijn allemaal mensen die hier wakker zijn. Die man verdwijnt. De lichten gingen weer uit in het appartementencomplex. Maar Kitty was op dat moment al heel erg gewond. En ze strompelde naar de voordeur, maar ze was niet zo heel snel. En toen kwam de man terug. Ze begon weer te schreeuwen. Het licht ging weer aan in het appartementencomplex. Maar helaas, niet op tijd. Er kwam geen hulp en de man heeft haar vermoord. Pas veel later, toen Kitty al gestorven was, werd het eerste telefoontje naar de politie gepleegd. En dit verhaal heeft voor heel veel opschudding gezorgd. Natuurlijk is het verschrikkelijk dat Kitty vermoord is. Helaas is dat iets wat vaker gebeurde in New York rond die tijd bij jonge vrouwen die alleen op straat waren. Maar wat vooral zo chockerend was in dit verhaal, was dus al die buren die aanwezig waren. Nou, later onderzoek heeft wel aangetoond dat het beeld van die buren die zich helemaal bewust waren van wat er gebeurde en niet reageerden, dat niet helemaal juist was. Dus dat lag wel wat subtieler. Maar toch heeft dit geval, deze anekdote, heeft heel veel losgemaakt. En het heeft heel veel invloed gehad op het onderzoek naar wat wij nu kennen als het bystander effect. En het bystander effect is denk ik een van de meest zorgwekkende fenomenen in de sociale psychologie. Het is het fenomeen dat heel veel mensen aanwezig zijn als iemand hulp nodig heeft, maar niemand helpt. Kijk maar eens mee naar het volgende filmpje. Plays like this street in New York City. If you were unfortunate enough to be the victim of a crime or taken ill unexpectedly, you might think that surrounded by all these people, someone would intervene. After all, isn't there safety in numbers? Psychologists say no. Research suggests that often a victim is less likely to receive assistance when surrounded by a group rather than a single bystander. When people are in a crowd, it's easier to pass the buck. It's what psychologists call the diffusion of responsibility. Liverpool Street Station in London, a busy thoroughfare for commuters. Unknown to these passers-by, Peter is an actor. As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill. Help. Help. How long before he gets help? Please, somebody. Help. Help me, sir. Please help me. Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for more than 20 minutes and no one raises an eyebrow. Please, somebody help me. It's always very distressing to watch situations like this where people are obviously suffering and no one's actually helping them. But what we have here is two conflicting rules. One is the rule that we ought to help, and the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. And here you have a group of strangers who are exerting the pressure not to intervene, not to help. And it's very difficult to rebel. Ruth, another actor, takes Peter's place. How long before she receives help? Four minutes later, and 34 people have passed without stopping. Well, people don't really want to know. They just haven't got the time. Well, they have got the time. They just don't want to get involved. Unwittingly, these strangers have silently formed a temporary group with a rule: don't get involved. They're afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does. This woman has clearly spotted Ruth, but she conforms to the rule and does nothing. Watch what happens, though, when someone else helps. You all right? You all right? Yes, thank you. Sure, you look a bit clicky, you know what I mean? She suddenly finds herself in a different group with a new rule, to help. Do you want to sit up? She don't look well, does she? You all right? Yeah. What's wrong? First I thought she was dead. Then I sort of checked to see if she was breathing or not. And I looked around and I couldn't believe that no one had noticed her because there was a bloke sat there just absorbed in reading a newspaper. This time, Peter's dressed as a respectable gentleman. Now that his dress is in keeping with those around him, how long before he's rescued? Hello, sir. How are you today? I'm all right. Six seconds. She even calls him sir, and suddenly everyone's a good Samaritan. Do you suffer from epilepsy? No. Why you're lying on the floor in the rain?
Because he's part of the right group. Everyone wants to help. I would just hate to be in his position of feeling ill and nobody helping and walking past, so I'd just like to check that he was okay. And I thought, well, it's wet, so he must really be ill because he's going to ruin his suit anyway. Nou, waarom treedt het bystander-effect nou op? Dat heeft twee verschillende verklaringen. Ten eerste, diffusie van verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat je je niet zo verantwoordelijk voelt om te helpen als er heel veel andere mensen aanwezig zijn. Als je alleen bent met een persoon en die persoon valt ineens neer en ja, heeft misschien een hartaanval en er is niemand anders om in te grijpen, dan denk je, ja, ik ben alleen maar aanwezig hier, dus ik moet ingrijpen, ik ben verantwoordelijk om hulp te bieden. Maar als je met heel veel mensen bent en iemand valt neer, wie besluit dan wie er moet gaan helpen? Wie is er dan verantwoordelijkheid? Die verantwoordelijkheid is gespreid over heel veel mensen. En als iedereen maar een heel klein stukje van die verantwoordelijkheid voelt, ja, dan is de kans eigenlijk best wel klein dat iemand daadwerkelijk ingrijpt. Dus spreiding van verantwoordelijkheid, diffusie van verantwoordelijkheid. Nou, de tweede reden dat het bystander effect optreedt is pluralistische onwetendheid. En dit is een fenomeen wat we eerder hebben besproken in college 9, toen we het hadden over groepsgedrag. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat jij het idee hebt dat iedereen de situatie op een bepaalde manier interpreteert. En dat jij de enige bent die het anders ziet. Dus als iemand op straat ligt en om hulp aan het roepen is, dan denk jij, hey, moet ik niet helpen? Je begint om je heen te kijken en ja, niemand reageert. Dus dan ga je dat invullen. En dan denk je, oh, andere mensen zullen wel beter weten wat er aan de hand is. Andere mensen zullen wel weten dat dit eigenlijk een zwerver is die hier altijd op de grond ligt te schreeuwen om hulp, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Dus je probeert eigenlijk in te vullen wat de gedachten zijn van andere mensen. Maar dat is heel vaak onjuist. En heel vaak hebben andere mensen precies dezelfde gedachten als jij. Namelijk, waarom grijpt er niemand in? Waarom doet niemand wat? Ja, omdat iedereen naar elkaar zit te kijken. Omdat we allemaal ons conformeren aan elkaar. Conformeren, daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad in college 8. Het doet je hopelijk ook denken aan een filmpje wat we toen hebben gezien met dat rookexperiment. Dus als je in een kamer zit en er komt ineens rook naar binnen en er gaat een brandalarm af, dat er een hele grote kans is dat je gewoon blijft zitten met het rookalarm wat afgaat, als iedereen blijft zitten. Terwijl als je alleen bent in een ruimte waar het rookalarm afgaat, dan ben je heel snel weg. Dus opnieuw een voorbeeld van ja, die pluralistische onwetendheid, het conformeren aan anderen, vooral als de situatie best wel onduidelijk is. Nou, dat we zoeken naar cues, naar een soort van signalen van hoe moeten we ons nou gedragen in onduidelijke situaties, blijkt ook wel uit het volgende onderzoekje. Dit was ook een onderzoek waarin er gekeken werd naar hulpgedrag. Gaan mensen hulp bieden op het moment dat het echt noodzakelijk is? Dit was een studie waarbij er op straat twee acteurs waren, een man en een vrouw. En die man die viel de vrouw aan. Nou, dit was dus allemaal in scène gezet, maar het was gekeken of mensen dus hulp gaan bieden. Die vrouw werd aangevallen door een man en er waren twee verschillende condities. In de ene conditie riep de vrouw uit, ik ken jou niet. Ze maakte duidelijk, dit is een vreemde, iemand valt me aan en ik ken jou niet, laat me met rust. De andere conditie was, ik weet niet waarom ik ooit met je getrouwd ben. Dus die vrouw die zei, die erkende eigenlijk dat zij de man wel degelijk kende, sterker nog, dat ze getrouwd was met de man. Nou, wat de onderzoekers wilden weten was of wat die vrouw zei, of dat invloed had op het gedrag van de omstanders. Gingen omstanders wel of niet hulp bieden en ingrijpen? En je ziet hier een overweldigend resultaat van de reactie dus van die vrouw, dus wat die vrouw zei. Als zij duidelijk had gemaakt dat er een vreemde was die haar lastig viel, die haar aanviel, dan gingen heel veel mensen haar helpen. Terwijl als ze duidelijk maakte dat het haar echtgenoot was die haar aanviel, ja, dan gingen mensen ineens niet meer helpen. Omdat mensen ook een gevoel van, ja, zoiets hebben van, er is ook iets van privacy. Zij zijn met elkaar getrouwd. Ik weet niet wat die dynamiek is. Nou, ze moeten het zelf maar uitzoeken. Terwijl je natuurlijk alsnog best wel zou kunnen besluiten om te gaan helpen. Want zelfs als je getrouwd bent met iemand, is het natuurlijk niet de bedoeling dat je die persoon fysiek gaat aanvallen. Dus je zou dan alsnog hulp kunnen bieden. Maar dan hebben mensen zoiets van, ik wil me hier niet mee bemoeien. Dit is een situatie, ik wil mijn vingers hier niet aan branden. Terwijl als je dus duidelijk maakt, dit is een vreemde, ik weet niet wat er gebeurt, dit is iemand die ik niet ken, dan is er een veel grotere kans dat je geholpen gaat worden.
Nou, in het begin van dit college heb ik je de vraag gesteld: hoe kan het nou dat sommige mensen dat we soms niet helpen, terwijl er zoveel goede redenen zijn om te helpen? Dat komt eigenlijk omdat er een heel beslissingstraject is om uiteindelijk de beslissing te nemen om te gaan helpen. Ten eerste, wat heel belangrijk is, is natuurlijk dat je de gebeurtenis opmerkt. Dat je ziet dat er iets speelt. En als je bijvoorbeeld op je telefoon zit te staren, dan zie je dat helemaal niet. Dus je moet ten eerste zien dat er een situatie is die opmerkzaam is. Vervolgens moet je die gebeurtenis interpreteren als noodsituatie. Je moet denken, oh, er gaat hier iets mis, er is hulp nodig. Daarna moet je de verantwoordelijkheid nemen. Je moet het gevoel hebben van, ik neem de verantwoordelijkheid om hulp te bieden. Vervolgens, als je die verantwoordelijkheid voelt, moet je ook nog eens weten hoe je moet helpen. Hoe kan ik deze situatie nou het beste helpen? Ook natuurlijk op een manier waarop je zelf niet te veel in gevaar komt. En dat hangt samen met die laatste stap. Het besluit nemen om uiteindelijk te helpen. Deze verschillende stappen, die 5 stappen, moeten allemaal gezet worden om vervolgens te interveneren en hulp te gaan aanbieden. Dus dat geeft ook wel aan dat, hoewel er dus heel veel goede redenen zijn om te helpen, dat hulp heel vaak toch niet geboden wordt. Omdat mensen afhaken ergens in dit proces. Nou, in dit college hoop ik dat jij heel veel hebt geleerd en dat je hebt gezien dat we heel vaak geen hulp bieden, terwijl hulp wel degelijk noodzakelijk is. En er zijn 2 dingen die ik tot slot nog aan je mee wil geven. Ten eerste, als jij zelf nou eens in de situatie bent waarin je ziet dat iemand hulp nodig heeft, let dan niet op het gedrag van anderen. Ook al grijpt niemand in, ga zelf toch in actie komen. En doe het natuurlijk wel op een manier waarop je zelf veilig blijft. Maar vraag bijvoorbeeld aan het slachtoffer wat er aan de hand is. Kan ik je helpen? Is er iets wat ik kan doen? Of bel gewoon de politie. Dat is ook een vrij veilige manier om in te grijpen vaak. Als je zelf denkt, ik durf de situatie niet te benaderen. Ik ben bang dat ik zelf gevaar loop. Ik weet niet wat er met het slachtoffer aan de hand is. Nou, zorg dan dat je mensen inschakelt die dat wel weten. En weten hoe ze om kunnen gaan met deze situatie. Nou, tot slot kan het natuurlijk zijn, en dat hoop ik uiteraard absoluut niet, dat jij zelf ooit eens een keer in een situatie komt dat jij een slachtoffer bent. En dat je hulp nodig hebt. En dat er heel veel mensen om je heen staan en niemand helpt jou. Een verschrikkelijke, traumatische ervaring. Wat kan je dan doen? Wat kun je als slachtoffer doen om toch geholpen te worden in een situatie waar ook het bystander effect kan optreden? Nou, er zijn verschillende tips. De eerste tip die ik je wil geven is dat het helpt om specifieke personen aan te spreken. Dat heeft te maken met dat gevoel van verantwoordelijkheid. Dus je moet mensen verantwoordelijk maken om hulp te bieden. Dat kan je bijvoorbeeld doen door te roepen, jij daar, meneer met de rode jas, help me alsjeblieft, help me. Dus specifieke mensen verantwoordelijk maken voor het bieden van hulp. Vervolgens helpt het ook als je laat weten wie je bent en duidelijk maakt wat er gebeurt. Denk hiervoor aan die studie met die vrouw die duidelijk maakt, ik ken jou niet, je bent een vreemde. Dus maak duidelijk, ik word hier aangevallen door iemand, ik ken deze persoon niet, help. Ik ben een student van Tilburg University, ik heb hulp nodig. Dus duidelijk maken wie je bent en wat er aan de hand is. Dan is er ook een veel grotere kans dat mensen denken, oh, dit is een noodsituatie, ik moet nu ingrijpen. En tot slot, zeg duidelijk wat je nodig hebt. En dat helpt ook bij het doorlopen van die 5 verschillende stappen. Je moet mensen daar zo snel mogelijk doorheen loodsen. Je moet ze het gevoel hebben, dit is een noodsituatie. Jij bent verantwoordelijk. Dit is wat ik nodig heb. Bel 112. Ik heb nu hulp nodig. Schakel de politie in. Bel de ambulance. Maak duidelijk dat jij specifieke hulp nodig hebt. En hopelijk ben je daartoe in staat. En nou, dat kan nog best wel eens bepalend zijn in een hele vervelende situatie. Nou, dit was het. Dit is het einde van College 11.